Vandaag Theorie Tuesday, een theoretisch thema die ik probeer te linken aan een praktisch kantje binnen de aquariumhobby. Vandaag wil ik het met jullie hebben over waterontharders. Heel veel mensen zijn meer en meer aan het kijken om een waterontharder te plaatsen in huis, en al zeker als je in België woont, omdat het water hier vooral bestaat uit, ja, ganse kalkbrokken soms. Hallo Sunshineers. Welkom terug op het kanaal van Aquarium Sunshine's Valley. Voor de mensen die het nog niet weten, mijn naam is Dominique Maas. Met mijn kanaal is het bedoeling om zoveel mogelijk gratis, begrijpelijke, betrouwbare, hapklaar en to the point informatie te geven over het huiden van aquarium naar jullie toe. Vandaag Theory Tuesday, een theoretisch thema die ik probeer te linken aan een praktisch kantje binnen de aquariumhobby. Vandaag wil ik het met jullie hebben over waterontharders. Heel veel mensen zijn meer en meer aan het kijken om een waterontharder te plaatsen in huis. En al zeker als je in België woont, omdat het water hier vooral bestaat uit, ja, ganse kalkbrokken soms. Voordat ik de uitleg doe over een waterontharder en waarom die al dan niet zou kunnen gebruikt worden binnen de aquariumhobby, zou ik jullie heel graag gaan verzoeken. Hebben jullie een waterontharder? Laat het mij weten hieronder in de comments. Hebben jullie geen waterontharder? Laat het mij weten hieronder in de comments. Hebben jullie een waterontharder, maar heb je een oplossing gezocht om jouw aquariumprobleem te gaan oplossen? Laat het weten hieronder in de comments. Dat wil dus eigenlijk zeggen, als er 100 mensen kijken dat ik zeker en vast 100 comments moet hebben. Zo eenvoudig is het. Gewoon even laten weten. Ja, ik heb een ontharder. Nee, ik heb er geen. Ja, ik heb er één, maar. Ons water is te hard, dit heeft een nadelige invloed op de was, op het douchen, op allerlei dingen, zoals bijvoorbeeld thermostatische kranen en dat soort dingen meer. Onze kranen gaan verkalken, onze was is harder enzovoort. Dus daarom gaan steeds vaker mensen gaan grijpen naar een waterontharder, omdat deze ervoor zorgt dat ons water onthard wordt. Wat heeft dat nu voor gevolgen naar onze hobby toe, naar ons aquarium toe? Wel, het is belangrijk als we dat willen weten, dat we eerst eens gaan kijken naar de werking van een waterontharder. Een waterontharder zal ervoor zorgen dat calcium- en magnesiumionen ingewisseld worden voor natriumionen. We gaan dus eigenlijk het calcium- en magnesiumgehalte in ons water naar beneden gaan trekken, en daardoor kunnen we ervoor zorgen dat we minder calcium magnesium in ons water hebben, dat ons water zachter wordt, dat we minder kalkaanslag hebben. Een waterontharder zal er eigenlijk voor gaan zorgen dat positief geladen calcium en magnesiumionen ingewisseld worden, vastgehouden worden in het hars die aanwezig is in onze waterverzachters. Dat soort waterverzachters is ongeveer 90% van alle waterontharders beschikbaar. Er zijn ook waterontharders die werken met omgekeerde osmose, wat we allemaal natuurlijk wel kennen binnen ons hobby. Nu wat is het nadeel daarvan? Calcium-magnesium wordt uit ons water gehaald, wordt vastgehouden aan die harsen, die harsbolletjes. Eenmaal dat dit verzadigd raakt, zal het toestel zelf zout door die harsen gaan sturen. Op die manier gaan we eigenlijk onze harsen gaan spoelen. Gaan we alle calcium en magnesium die vasthangt aan die bolletjes, gaan wegspoelen rechtstreeks de riolering binnen. Dat is het principe, de werking van een waterontharder. Naar onze hobby toe. Waarom is het nadelig als wij een waterontharder hebben? We halen ten eerste calcium en magnesium uit ons water. Twee stoffen die essentieel zijn voor onze vissen naar mineralen toe, naar opbouw van skelet en dergelijke meer toe. Anderzijds gaan we er ook voor gaan zorgen dat de hardheid van ons water lager wordt, want dat is net de bedoeling. En dus gaan wij eigenlijk met scheefgetrokken verhouding KHGH gaan werken. Bovendien, stel dat jouw toestel nood heeft, bijvoorbeeld aan onderhoud en de regeneratie niet meer verloopt zoals het hoort, onderhoud nodig, dan kan het ervoor zorgen dat we een heel groot deel natrium, zout, in ons aquarium gaan krijgen. Omdat na die spoelbeurt er te weinig zout wordt weggespoeld uit de harsen. Calcium, magnesium, onze vissen hebben het nodig. Anderzijds kan het ervoor zorgen dat we natrium in ons water krijgen. Meer dan genoeg redenen om te gaan zorgen dat we geen onthard water gebruiken in ons aquarium. Nu Stel dat je bij jou thuis echt wel last hebt van kalkaanslag, calcium, magnesium die blijft hangen, want beide zijn gewoon een witte droge stof die we blijven zien achteraf. Stel nu dat je daar last van hebt en je overweegt om een waterverzachter te hebben, of. Je hebt al een waterverzachter, wist deze informatie nog niet en wil daar nu gaan ingrijpen. Of je huurt een huis, er staat een waterverzachter en je kan niet zomaar gaan zeggen: we gaan die gaan uitschakelen. Dan is het enige advies wat ik jullie kan geven: zorg dat er een dubbeldienstkraantje, een aftapkraantje staat voor jouw waterverzachter. Als je voor jouw waterverzachter een kraantje hebt, kan je perfect met dat water jouw aquarium gaan verversen. Meer nog. Je zou eventueel kunnen gaan overwegen om met dat water die voor de ontharder uit jouw leiding komt om daar jouw aquarium mee te gaan vullen. Gecombineerd zelfs met onthard water of bij voorkeur gecombineerd met osmosewater. Dat is natuurlijk volledig afhankelijk van welke vissen je hebt. Conclusie, een waterverzachter en een aquarium gaan gewoon compleet niet samen. Zal het lukken? Ja, ongetwijfeld zal het een tijdje lukken, zeker weten, zal het lang lukken. Zeker weten niet. Ik hoop dat je iets had aan dit brokje theorie die we zeker en vast kunnen gaan gebruiken in de praktijk bij ons aquarium. Bedankt om te kijken naar deze video. Vergeet zeker en vast niet te abonneren. Druk op dat duimpje omhoog als je al geabonneerd bent. En we zien elkaar ongetwijfeld terug in een volgende video. Ik wens je nog een fantastische dag toe. Dag.